We zijn te gast bij een echt UNESCO Werelderfgoed. De legendarische, iconische Van Ellefabriek, sinds kort hoofdpartner bij NKB Rotterdam Rijnmond. Wat deed de fabriek? Wat doet de fabriek? We gaan het bespreken met directeur en mede-eigenaar Edwin van Schaik. De historie van de Van Ellefabriek, ik denk best wel bekend al, maar in 31 gebouwd, althans afgebouwd, als koffie, thee en tabaksfabriek van het bekende, toen bekende merk Van Elle. Het vernieuwende zat erin dat de fabriek van glas en beton is gemaakt met heel veel glas. Heel erg gekeken naar de omstandigheden voor werknemers. Niet alleen de werkomstandigheden overdag, maar ook pensioenvoorzieningen, hygiëne, sportvoorzieningen. En in die tijd was het echt wel een vooruitstrevend gebeuren hier. Het is eigenlijk een dorp binnen Rotterdam. Een klein dorpje. We voelen ons een beetje burgemeester ook af en toe hier. Je kunt hier van alles op het terrein. We hebben een winkeltje en het heeft een beetje het campus idee. Een grote centrale ruimte waar je kunt zitten om te werken, maar ook wat kunt eten. Met name kantoor. We hebben wat bedrijfshalletjes en bedrijfshallen, evenementenruimte. We hebben ook een restaurant en een fitnessruimte. Wat wij gezamenlijk gaan doen met MKB Rotterdam Rijnmond, elkaars functies gebruiken. Dus wij kunnen hier jullie hosten met allerlei evenementen en bijeenkomsten. Wij komen bij jullie bijvoorbeeld op de auto te staan en op jullie uitingen. En zo gaan we dat verder uitbreiden en kijken waar we elkaar tegemoet kunnen komen. We hebben hier straks bijna 3000 mensen zitten. Daar maken we ook een heel deel lid van MKB Rotterdam Rijnmond van. Ik denk dat we heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Edwin, MKB Rotterdam Rijnmond is heel erg blij met de Van Ellefabriek als hoofdpartner. En volgens mij gaan we er wat moois van maken. Ja, Jack, ik ben het helemaal met je eens. We zijn ook heel blij dat wij hoofdpartner zijn.